Voor onze ogen zien we onze vrijheid sterven, elke dag een beetje meer, en het ergste moet nog komen. Steeds meer wordt ons van bovenaf een verplichte publieke moraal opgelegd, en wie zich daaraan onttrekt, betaalt de prijs. Bestaat er veel onderbouwing voor de stelling dat we een democratie zijn? Nee, wel voor het tegendeel. Baanbrekend politicologisch onderzoek stelde de cruciale vraag: wie krijgt er in Nederland hun zin? Het antwoord is simpel: hoogopgeleid en dan vooral universitair Nederland. En wat stemmen die mensen nou in overweldigende mate GroenLinks en D66? Soms krijgt praktisch opgeleid Nederland ook zijn zin, maar alleen als hun mening samenvalt met de mening van hoogopgeleid Nederland. Een kleine groep regeert Nederland. Alle instituties moeten aan hun eenheidsworst voldoen. Klimaatsocialisme, massa-immigratie, globalisering, eurofilie.